De 13-jarige Shahrazad Bhutat en de 12-jarige Boran Buyukaya uit Nijmegen zijn woensdag benoemd tot ambassadeurs van de VN-werelddoelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benoemde de Nijmegenaren in het Nemo Science Museum in Amsterdam. Bhutat en Buyukaya deden mee aan de campagne 17 doelen die je deelt. Een campagne waarin 17 kinderen in een 1 minuut durende video hun doel op de wereld van 2030 delen. Ja, dit is een kans eigenlijk die je moet grijpen, want je ziet niet dat je elke dag een ambassadeur kan worden. Dus je ziet ook niet alle kinderen opeens ambassadeur zijn. Dus ja. Nou, mijn doel is 5. Doel 5. En dat is mannen en vrouwen overal gelijkwaardig. En dat betekent dus dat ik wil dat mannen en vrouwen eigenlijk recht staan op dezelfde lijn. En dat vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben. Omdat het nog steeds niet zo is. Dus het is nog steeds niet helemaal recht. En dat vind ik niet leuk. Dat is ook niet dat is heel oneerlijk voor de vrouwen. Ja, eigenlijk, ik vind het best wel. Ik vind het echt leuk. En ik vind het echt gewoon eervol dat ik het ben. Dat maak je ook niet zo snel mee. En dit is echt iets groots voor mij. Mijn doel was dat iedereen gewoon naar school kon. En ook eigenlijk wat er bij mij in het filmpje staat, dat ook eigenlijk vooral meisjes ook naar school kunnen. Want in meerdere landen kunnen meisjes niet naar school. En dat is eigenlijk heel erg en dat moet veranderen.